Gaan we weer live. Top. Ik heb er weer zin in. Ik heb er altijd zin in. Gaan we weer live. Ik hoef alleen mezelf niet te vallen. Ik heb er weer zin in. Nope, nope, nope. Hoppakee. Zo. Allereerst tijd om te scheren. Voordat we doorgaan in het verhaal. En zijn missies en alles erop en eraan. we doen... Nee. Zo, hoppakee. Top! Auto's even aan. En we kunnen door. Allereerst, we hebben genoeg te doen. Staat ook op de map, maar ik denk dat ik gewoon begin bij Uncle. En dan zie wat ik allemaal ga tegenkomen. En gewoon het avontuur tegemoet ga. Natuurlijk gaan we wel weer gewoon alle keuzes zo slecht mogelijk maken. Dus dat wordt een en al gezelligheid. Beetje babbelen op het kamp. Gisteren ook altijd weer gezellig. Is dat het enige wat je te zeggen hebt? Oh. Ik kan zeggen. Goed. Tijd om maar weer verder te gaan. Uncle! Een rotzak. Tijd te zeggen, maat. Oh, oh, oh. Careful not to work yourself to death there, uncle. I was thinking... Yo, Ajax Golden. Was het, man? Well, eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying... fighting to try to survive. You get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. Blade is ook weer in the building. F1 you know, was lit. Old man in town. F1? Okay. You take us too? What like what missed? You got playing? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take bijna 50 in Formule 1. What? Let's go. Fair enough. You got me. Come on in. Gezellig met de dames op pad. Max had eerst de wet gespint en ging na de race tegen die hem had gespint aanvallen. Nice! F1 Fizzy, hoe is het mogelijk? Ah, oh, ik heb wel die achterlijke snor te lang gelaten. Die schering was daar nog wel even af. Op naar het centrum. Radio, by the way, gaat wel lekker, man. Net begonnen. Ik heb er weer zin in. Zoals altijd. En hoe is ie met jou? Oh, oh, oh. Ik let niet op. Gaat perfect. Dit is hoe we een stream horen te starten. Vol gas door de bocht met een paardenwagen. Oh ja, dit gezang. Mij gaat die lekker. Top, man. Ik ging net door de bocht als Max, aangezien we het toch al over hem hebben. Heerlijk man, lekker sfeertje met de dames. Speel Voetbalmanager 19 en heb je stream aan in de achtergrond. Ah, het is gewoon alleen meeluisteren. Ieder zijn ding. Ik waardeer dat je er zo altijd weer bij bent. Zo, kijk, hem is vol gas. Nou, deze guy moet je volgens mij pers uit het standaard helpen. Als het kon. Nou, kunnen we dit gewoon overslaan? Don't help, kijk. Fuck hem. Dat gaan we niet doen. Geen tijd verspillen eraan. We gaan gewoon lekker door. Ik help die vent altijd. En blijkbaar kan hij nog steeds niet paardrijden. Anders zou het daar niet iedere keer misgaan. Top. Opdonderen ermee.
Ik bedoel, ik moet deze boel besturen. Die ouwe naast me doet ook geen zak. Waarom zou ik dan wel die man moeten helpen? Precies die. I feel bad I didn't rob and kill the bastard. Very inspiring, Arthur. Dat is al een lekker aardig goed begin. Smell those sheep. Or is that uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people, finally. Look at all that snow on the mountains. Valentine. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Een van mijn favoriete dorpjes in de game op zich wel. Hangt wel een leuk sfeertje hier. Ja, ja, een cool, rustig. Heaven forbid you put your head on the line. That's a young man's game. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Zo, rustig binnenrijden. Will you remember that though, Arthur? Anders bot je weer pronk tegen mensen aan en heb je direct shit in je nek. Daar heeft er ook geen zin in. Aan de kant jij, wij willen daar. Zo. Zijn we dan. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. Dames aan het werk zitten. Wij gaan drinken. Okay, just stay out of prachtige dag. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Zo. Op naar de general store. So that's how you see yourself, is it? Leid de weg, ouwe. Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know ik heb trouwens een nieuw stream layoutje, minder poespas. You're my favorite parasite. Alles komt nog wel gewoon in beeld wanneer dingen gebeuren, maar er mocht wel iets meer van de game tevoorschijn komen naar mijn mening. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Dus vandaar dat ik een kleine aanpassing heb gedaan. Ik vind deze layout wel leuk. Top. Come on. Zodra dingetjes gebeuren zoals follows en zo, dan komt het in beeld. En dan blijft het gedeeltelijk ook wel in beeld. Maar de vorige was best wel all over the place. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Full stock list. Nou, als het echt moet. Moet je per se koffie halen? We doen het maar. Okay, if you're done, I'll meet you outside. I won't be too long. Waarom kan ik niet gewoon hier wachten? Wat ben je van plan? Ik blijf gewoon een keer wachten. Wat ga je doen, ouwe? Wat ben je aan het kijken? Ik ga helemaal niet naar buiten. Ik ga afrekenen. Nu. So, you're actually buying for once? You feeling all right? Ik wist niet eens dat hij dat zou vragen. What do you reckon? A lamb or a sausage? Well, this here's a sheep town. The lamb. Ah, dat duurt lang. We gaan maar betalen. Of betalen, we gaan maar naar buiten. Moet ik zeggen. Ja, nou kan hij er gelijk achteraan wandelen. Here's to your good health, my sir. Drank is altijd goed. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen. Nou, hij was gauw vertrokken na een slokkie. I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there.
Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look like... Gezelligheid! Excuse me. Nou. Hoe heb ik dit altijd opgelost? Gewoon de fuse, nou gaan we gewoon agressief doen. Yo, gozer. Get your hands off her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off. Wat wil je nou, maatje? Hey. Hey, take it easy. There's no problem here. Weet je het zeker? Get out of here right now. Maar wel een probleem. Schieten. Bam. Oh, dat mag gewoon niet. Ja, dat is jammer. Ik had gehoopt dat dat gewoon een keer een optie zou zijn. Nou, helaas. Whatever, dan gaan we wel alleen een keer... Dan gaan we hem alleen maar bedreigen. Maar we blijven het wel op de agressieve manier doen. Hebben we dat ook weer ervaren? Wel jammer dat dat niet gewoon mag. Krijgt dus niet letterlijk al de vrijheid. Nou, gozer. Gaan we weer. A friend of mine. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey. Hey, take it easy. There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now. Precies. Nou, alleen dreigen, we mogen niet schieten, want dan gaat de boel weer helemaal mis. Dan kunnen we weer bij de checkpoint beginnen. Maar goed. Dit is opgelost. Go away with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Nou, thanks, Arthur. Op naar het hotel. De andere giet helpen. Goeiedag. Can I help you, sir? I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. Nou, welke kamer? Kunnen we ook weer door? Dankjewel. Een hartstikke goede vriend. Je moest eens weten. No trouble now, please. Nee, joh. Alleen even stoeien. Geen enkel probleem hier. Goedemiddag, daar zijn we dan. Roomservice. Hey, pay the hitter, you goddamn animal. Moeten we nou? Oh, ik mag mijn mes niet pakken. Oh. Dat gaan we even niet doen, hè? Zo, kijk. In één slag. Lekker. You okay? Fine. You sure? Yeah. Ga maar wat lopen. Kijken of we kunnen looten iets. Denk het niet. Stupid bastard. Stupid bastard nee. Was boasting. Laat maar gaan lopen. Bank. Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Sometimes, maar niet altijd. Maar goed. Keep investigating. I will. Het is proberen waard. Alles gaat prima daar. Maak je geen zorgen, maat. Thank you, Arthur. Een blauwe oog, dat geneest alweer. Not much like being saved, but when I have to be. Arthur is een harde jongen. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. Yeah. All right then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Cool. Babbeltje maken. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna. Nou, dan gaan we er lekker achteraan. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. Dit is ook weer nog meer gezelligheid. Een lekker dagje vandaag. Nee, nee, kom gewoon even praten, man. Waarom nou weer helemaal wegvluchten en shit? Al die paniek zaaien om niks. Oh! Gaat goed. Dan moet je blijven staan als je geen problemen wilt. Je maakt het niet voor jezelf beter op deze manier. Ondertussen trappen we dat paard weer half dood om zo snel mogelijk vooruit te gaan. Maar hey, hij moet gewoon opschieten. Oh! Even in de rem. Zo. Daar hang je dan. Goeiedag. Nou, ik wens je hartstikke veel succes verder. Tot de volgende keer. Dat is opgelost.
Niet eens vragen, gewoon direct actie ondernemen. Nou, dat paard van hem heeft dus geen eigenaar meer. Die gaan we eens kalmeren. Als dat beest stil blijft staan, waar rent het helemaal heen? Even dat andere beest roepen. Yo, het gaat ver weg, joh. Ik denk, ik ga zijn paard even stelen tussendoor. Maar ik ben hem gewoon kwijt. Oef, mijn stamina. Niet handig. Niet heel handig wat we daar hebben gedaan. Nee. Ik moet hem niet slightly hebben. Jongens, heb ik geen fatsoenlijk eten hier. Wat heb ik in mijn andere inventory allemaal? Ja, kijk, dat lijkt er meer op. Zo. Dat is gefixt. Even kijken wat we nu snel als volgende gaan doen. En dat is de Stranger Guy. Eerst even de side mission. Voordat we direct door het verhaal heen rushen. Zo. Eens kijken wat dat is. Hup. Oh, wat is er hier nou weer? Oh, dit is zijn paard. Nou niet meer, maat. Nou niet meer. Dit is gewoon nu mijn paard. Dit houdt toch op. Niet zeuren. Ik bedoel, ze zijn vertrokken waar ik bij hoorde. Wie zit te schrooien om geld dan? Hi. Hey, buddy. Buddy, ik ken je niet. Je noemt me wel buddy. I'm too old to get a job, mister. Way too old. Can't we be friends? Nope. Get out of here. Nee. You're not kind, mister. Hey. You're not kind at all. Dit is normaal, man. Kan je bedreigen? Don't shoot. Ja, rennen. Wat gebeurt hier? Ik zie een rood puntje daar. Ik heb niks gedaan. Hij viel me gewoon lastig en nu is hij weg. Come on, sir. Try to remember. What really happened at Sylvia's Saloon back in 76? Wat hebben we hier? Rick, heb je geld? Als een hoe? Ik heb $44. Done and dusted. The dead got off lucky, the living gotta keep suffering. Kijk eens. But did you shoot the Newton twins? I don't give a pig's penis about. Hij heeft wel zin in een gesprek. One of them was a girl. Neem nog een glas. Ja, kan ik er ook wel een gebruiken. Goed, laten we maar gaan groeten. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. Geld in het echt. Niet zoveel, hoezo? Wat heeft dat er in één keer mee te maken? Ik heb wel geld. Daar niet van. 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now kill him yourself. Oh god. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. Misschien ga ik deze missies wat doen. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. Deze heb ik nog nooit eerder gedaan, want ik weet wat hieruit gaat komen. Dan krijg je foto's van gunslingers waar je achteraan kan gaan. Op zich is het wel leuk om ze af te gaan en allemaal af te slachten. Is wel een leuke uitdaging. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame. I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. Then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole. Nou, wil hij van zijn boek mijn probleem maken? Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez.
Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get up? Nou, wij gaan wat meer doen als praten met ze. Commander Rood. Oké. Mijn naam, maar is de nieuwste volger. Welkom. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Here comes the money. Thanks for the follow. Oh, Blade door 20. King. Here comes the money. Lekker broodje mee of zo. Shout out. Daarvoor. Appreciate the support. Upon your return. Thank you very much. Zou de volgende muziek iets lager zetten, El? Ja, misschien wel. Dat gaan we inderdaad uit de desktop sound iets lager zetten. Ik weet niet hoe het voor jullie was, het geluid. Oh, wat de? Ik let ook even, wat gebeurt hier? Yo! Hoppa! Wou je vechten, dan kan je het krijgen ook. Hier, wou je nog meer klappen? Wow, blijkbaar wel. Oh, zo. Nou, dat lekker begin. Zo, nou dat is gedaan. Kan je lekker broodje mee halen hoor. Ja, nee, daar kan je heerlijk mee smullen. Thanks, man. Waardeer ik zeer. Thanks voor de donatie. Zo. Huppakee. Op naar Javier. Javier Hernandez. Geen idee waarom ik hier per se... Paarden schijten echt ontzettend veel in deze game. Dat is niet normaal. Je parkeert en er komt weer een hele lading uit, jongen. Ik heb hem niet eens gevoerd. Goeiedag. Arthur, come here. Come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just a tough as teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. And that's all, Arthur. Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Die snor, jongen. Well, I must say, dat moet ik daar echt overhalen. Women, amigo. Yeah. Ah, Arthur is een chanshans, jongen. Where's Bill? Geweldig met de dames. Man. I dread to think about it. Hey. There he is. Watch where you're going. Kijk, dat is ook lekker een gesprek beginnen, Bill. Maatje, dat zien we graag. Dit gaat alleen maar beter deze dag. Hoppa. Oh, dat is maar goed. Dat doen we niet, hè? Zo. Wat wou je nou? Oh. Blijkbaar wou hij dat. Och, mijn maag. Even kappen nou, hé. Godver, ik word gerekt hier. Dat is neer, man. Zo, dat is één minder. Ja, met z'n tweeën op één. Drieën op één nogal. Hier. Dat is één minder. Onze grote bullenbak. Oh. Lijkt me moeten we dus eerst nog even deze gozer hebben. Ga eens weg, man. Hoeveel stompen moet je hebben? Zo. Knockout. Yo. Javier. Doe eens normaal. Oh. Dat is ook niet heel geweldig. Dit wordt alleen maar leuker. Oh shit. Zo, één stomp. Twee. Huppa. Wat wou je nou? Oh, ik heb zeker wel meer maat. Hier. Oh shit. Breek prima. Zo. Wat gebeurde daar dan? Rare botsing. Ja.
Hoppa. Hier, dit gaat oh. Wanneer je wilt zeggen het geweldig gaat, dan kill hem nog wel. Hey. Oh, 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 oh. Zo, even de rol omdraaien. Ja, jullie Tommy is nu de Sjaak. Wij gaan wel mappen. Ga je nou, maat. Nee, we stoppen helemaal niks. Wil je na het stream nog even Discord party kunnen? Misschien wel doen. Kan wel. Partytje ben ik wel voor in. Voetbalmanager is echt hilarisch soms. Wat is er gebeurd dan, maat? Nou, dat was een goed gesprek. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. Ziet er gezond uit. I went to Blackwater looking for you, gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Prachtig. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill. Come on. Ik heb twee Koreanen en Bloosje te spelen in de beker onder dit contract. Dit seizoen heeft geen bekerwedstrijden meer. Eind seizoen worden ze boos dat ze niet in de beker hebben gespeeld. We hebben wel een team in Finland van net boven de degradatie naar Europa League ticket geloodst. Lekker man. Lekker man. Maar je had ze gewoon die bekerwedstrijden erbij moeten geven. Kan niet schelen dat ze er niet meer waren. Moest je maar oplossen. Waarom staat mijn paard helemaal daar? Alright, even kijken wat het volgende is wat we gaan doen. Eerst maar naar kamp, want we zien er niet uit. Dus dat gaan we oplossen. En dan moeten we gewoon daar zijn. Zien we wel wat we onderweg gaan tegenkomen van leuks. Als we iets gaan tegenkomen. Zo. Move! Hoppakee. Mijn PlayStation is aan het opstijgen of zo, kerel. You have lost your head, you have no shit. Goeiedag. Wie hebben we hier? Not a thing happens round here without an O'Driscoll saying so. Understand me? Nee. You really shouldn't rile me. Oh, waar is mijn shotgun dan? Ik zit toch gewoon op. Ga toch, weg heen. Zo. Maar even, waar is mijn shotgun? Waarom heb ik die niet meer? Hé, hey, rustig jij. Easy there, girl. Nou, even looten. Heb ik een. Next. Wat heb jij op je? Dank u wel, dank u wel. $2. Hoppa. Ze nu twijfelen of nog een jaartje Finland. En kijken of kampioen kunnen worden en naar groepsfase Europa League proberen te komen. Of een andere challenge. Ja, dat is aan jou, maat. Zou toch mooi zijn als je ze prijzen kan
kan brengen, denk ik. Gewoon één laatste knalseizoen. Huppakee. Zo. Ja, wij zijn maar. Hoi, back. Bill. Goeiedag, daar zijn we weer. Zo. Good job, girl. Huppakee. Hey, Arthur. Oh, rustig, man. Ik ben net terug, joh. Hup. Allereerst halen we dit even weg. Die mag ook wel één korter, want het zag er een beetje raar uit of zo. I don't know. Nou, het is. Oh, nee, ik wou niet die foto checken. Weg ermee. Oh, doet hij het weer? Controls, jongen, soms. Back. Nou, slaap, juist. Tot de morning. Zo. Nou, dat is gedaan. Even outfitje veranderen. Hoedje terug. Zo. Huppakee. We doen deze. We gaan compleet zwart gewoon. Even kijken. Ah, dit hoeft misschien niet. Shirt. Heb je hem ook in een andere kleur? Ja. Ja. Ah, hier, dit is prima. Zo. Hup. Die. En deze. Prima. Top. Good morning, Arthur. You'll work it out, Dutch. You always do. Ja, Dutch. Komt altijd goed. Nou, hij zat al zo te roepen toen we hier aankwamen. Nu gaan we maar vanuit hem toe. Hey, Jose. You want to go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No, I saw a huge bear, one of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God, but you need me to come with you. Of course, let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way. Sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him. You could buy yourself a new horse. Put your saddle on them. Let's get going. Okay. But I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses. Tijd voor een nieuw paardje. And the stables always have the best ones. Als jij het zegt, maat. This is gonna be fun, Arthur. You won't throw me? No, he's an angel. If I'm near him.
nasty little look in his eyes. Wat is het eigenlijk van een beest? Een raven black. Okay, see if you can get your leg over that brute. Oh nee, ik moet hem niet leaden. Stap gewoon op, joh. Hoppa. Oh, chaos. Nu al. Het gaat dan met opstappen fout. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. We're heading out. Ah, die bar fight was prachtig. Dat was een gezellige gebeurtenis, Hosea. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Oh shit, maar ik rij vogels aan. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there, came back in the next day and he woke up, started right back drinking again. I'll miss those boys. Jenny too. She had some spark, that girl. Jenny. Oh, Jenny. He was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them too. Nonsense. We'll be all right. Zeg, best wel een chill paard dit. Kan ik deze niet gewoon houden? Ik vind hem wel tof. Ook zwart. So. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. Ah, nee, komt goed. We zijn er toch alweer bijna. No worries. Jezus, wat een groot paard. Ja, toch? Is toch een tof, mooi beestje. Hij is wel inderdaad wat groot. Alright. Go sell that big brute. Buy yourself a horse. Ja, 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 misschien. Misschien. Hallo. Hey, how can I help you? Paard is nog groter als Braun Strowman. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Mooi man. Yeah. Vies paard. What about this one here? Hebben ze reet niet afgeveegd. Are you looking to sell? I show you. You got papers? No, no papers. Well, of course, that's going to affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. No. Nou, eens kijken. Ja, ik moet deze dus verkopen. Laten we dat maar gewoon doen dan. Nee. Ik kan ook alleen een fucking Morgan betalen. Maar die is echt peanuts klein. Of ik neem gewoon het gratis paard van mijn pre-order weer. En ik denk dat we dat maar weer gaan doen. Al vind ik de kleur niet zo mooi en shit. Maar hey, wie weet als we tussendoor nog een ander paard gaan vinden. Desnoods gestolen, desnoods kopend. Wordt sowieso stelen dan. Maar dan doen we dat. Maar voor nu pak ik toch echt wel weer dit ding. Hoe zou ik dit beestje gaan noemen? Hoe zou ik het beestje gaan noemen? We noemen hem wel naar de top donateur van de avond. Boom. Zo. Huppakee. Wat is dit nou? Dat heb ik toch net gedaan? Nog een keer. Wat is dit? Mocht het niet of zo? Oh, mag niet gewoon. Kijk. Mag gewoon niet. Ik zat helemaal niet op te letten. Ja, je naam is geblokt. Je naam is geblokt. Jongen. Nou. Eens even kijken.
Hoe ga ik het beestje noemen, joh? Ik heb dan werkelijk geen idee. Finn. Ja, noem hem Finn. Top. Kijk, dat mag wel. Dat mag wel. Nou, dan zijn we klaar hier. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Dat paard in de snowy area heb ik al van een ander account. Dat is inderdaad. Dus kan je inderdaad een heel goed paard vinden. Het is wel echt knijterwit. En ook echt wit-wit. Beest shined gewoon. A new grooming brush. For fuck's sake, waarom mag Blade niet? Ik weet het ook niet. Je krijgt een gratis worteltje erbij. Wat leuk. I know he's gonna look after you just fine. Zo. Looks like a nice animal you got there. You happy? Guess we'll see. Ik ben er hartstikke blij mee. Hij is groot. Hij is sterk. En we gaan rijden. We got quite a ride ahead of us. Lead the way. So, what's this lake we're heading for? Huppakee. It's called O'Cray's Run. Up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time, we're doing the chasing. So, how are things with you and John? Fine. Gaat prima. Time you let it go now? It was a year, Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. John is veel te lang geweest. I know. But it's done. Owe, John. Ik kan trouwens gewoon weer die cinematic camera aanzetten. Hoppakee. Nobody else would have been welcome back that easy after that long. And you know it. Ja, Jose, hè. Dat weet je inderdaad. Muziekje erbij. Prachtig. Oké. I think we need to head right up here. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. Yeah, you. Nou, uit de cinematic camera. Nou, wat doen we hier? Hosea, Hosea, Hosea. Where do you think Mike and Lenny got to? Susan sent them out scouting, but I figure they'd be back by now. I have no idea. I hope they weren't picked up. Why she sent Mike, I don't know. He's effective in his own way. And Lenny's got a good head on his shoulders. Well, shouldn't have taken him this long. No, but no point thinking the worst. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Okay. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Balls just good. Ruin the meat. Best thing's a bow or a 20... Ah, we hebben een boog. We hebben een boog. I've hunted rabbits before, you know. Yes. And obliterated them with a shotgun, if I remember right. Dat is een plant. Ik wil bijna op een plant gaan schieten. Lekker. Konijntje. Ah, daar is die. Hoppa. Zo. Easy peasy. Dat ging makkelijk genoeg.
Ik ben hartstikke goed, man. Je moest eens weten. It's getting late. Reckon we should camp here. Sure. Even het konijntje ophangen. En kamp opzetten. I'm famished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. Nou, konijntje koken. Prachtig. Huppakee. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this. Nee, we er nog eentje. Okay. After all that. En is het tijd om te slapen. Zo. All right. Well. Ja, zeg het eens. We better get some rest. Komt goed. I want to be up at first light to find this monster. Op naar de morgen. Morning, Arthur. You ready? Well, oh, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait, then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. Now tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the... Hartstikke mooi dat je in de mountains bent opgegroeid. Okay. Zo. I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Het aas is gemaakt, of aas. De bait. Okay. Let's go. Let's go. Tijd om een beer te vangen. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Heb ik nu wel de shot? Ja, nu hebben we wel de shotgun. Dat is wel fijn. Ah, ik zat natuurlijk niet op mijn eigen paard straks. Daar maak ik mijn shotgun niet. Logisch. I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really Hosea, die dus ook een tijdje eruit is geweest. It's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new... Ik zou zeggen dat het heerlijk is om je stream aan te hebben tijdens voetbalmanager spelen. Relax, to be honest. Nou, chill. Fijn om te horen. Fijn om te horen. Appreciate the support. Look for tracks, dung, bones. Oké. Een beer tracen. Oh, ga aan de kant dan. Ik zie nu al iets. Hier. Huppakee. Good. Let's hope it's him. Tijd om het spoor te trekken.
Hier is het op zich niet erg dat dat dan in wit wordt aangegeven. Maar in die sneeuw was dat echt onhandig. Met het jagen op het dier. Ja. Meer gedoe. Wait a minute. Vis! Zo. Waar loopt het precies heen? Daar zo. Oh. Die vis die je hebt gegeten, heeft hij ook direct uitgescheten. Beerdung. Oh, wat doet hij nou? Zo, focus, ik wou zeggen. Het stopt hier gewoon. Hoe dat dan? The trail ends here. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up in each look. Either that or... we could place bait here. That could work. Which you think? Ik zeg we gebruiken het bait. Bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. Oh, gelukkig ik heb mijn shotgun mee. Wat fijn. Oké, ik ga planten. Hier zie je trouwens ook nog helemaal niks van het spoor. Hé. Hey. Ach ja. Nee. Zo. Nou, wacht op onze grote goede vriend. More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. Zip. You okay? You seem nervous. So do you. Ah, nee joh. Gewoon een beertje jagen. Niks aan. Oh, ik word een grom. Let's just take a look at that bait. Sure. Weet je het zeker? We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Heb gewoon geduld, man. Give me a hand here. Got your knife? Shit. Uh-oh. Easy. Dat is een grote jongen. Zo, vol in zijn bakkes. Haha. Hij is gone. Geen zorg. Oh, nou is mijn shotgun weg. Lekker. You're fine, old man. Oh, Zaya, jongen. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar. Als je me je geweer ook geeft. Him, ik heb niet zo'n mooi spul. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. Ah, sentimenteel doen. Going back to wat leuk. Lick my wounds. Jongen, er is niks gebeurd, man. Welke wonden ga je likken? Ik ben degene die vooraan stond en dat beest wegschoot. Maar ik blijf nog wel even. En ook die beer hebben ook. I'll see you back at camp. Houdoe. Oké, wat we wel gaan doen...
is even. Ik wil. Ah, op zich ging het oké met die gun, I guess. Maar ik moet meer hebben. We nemen die wel mee. Nou ja, shotgun komt wel harder aan. Fuck it, ik neem gewoon weer mijn shotgun mee. Dat gaan we doen. Zo. Die andere gun mag je ook wel gewoon zo hangen, ja. Nou. Here we go. Jagen. Looks way off. Let's do it. Op naar de volgende hint. Nou, wat is dit? Nog meer schijt. Vies beest. Must be close. Zoom. Oh, ik hoor hem al. Oh, hij zit daar of niet? Ja joh, daar zit hij gewoon. Oh, daar komt hij. Hoppa, kijk, geen probleem. Zo, dat is een beer minder. De legendary grizzly. Gewoon recht in zijn bak is geschoten. Of grizzly. Het is gewoon een legendary beer. Weet ik veel. Of is het een grizzly beer? Ik had het niet eens gezien. Maar dit ging wat chill. Probleemloos. Bah. Dat ziet er dan weer minder fijn uit. Goed, paardje. Huppakee. Finn, neem dit op je rug. Zo. En dat moeten we dan gaan brengen naar zo'n trapper. En die zit daar. Huppakee. Let's go. Even een velletje brengen. Het is wel weer een aardig stukje rijden. Maar we gaan daar wel enigszins redelijk snel zijn. Zo. Gewoon goed tempo maken. Gewoon flink doortrappen. Die hele beer even geskind. Gelukkig niet levend gevild. Ja, ik moet weer anders voor ik gaan carryen. Eerst een kanaal. En nu een beer uit. Hoezo mijn kanaal? What the hell? Wat is dit nou weer? Jongen, jongen, jongen. Nergens voor nodig. Huppakee. Oh, wat hebben we hier? Hier gaan we gebruik van maken. Oh shit, hij heeft gewoon even. Dat had ik niet gezien. Au. Au. Oh, waarom ga je niet dood? Ja. Zo. Oef. Dat scheelde echt fucking weinig. Jezus. Even gauw looten en dan zijn we hier weg. Damn. Oh shit, zijn kop.
daar is niks meer van over, joh. Heerlijk dat. Oh, en het, ik heb daar niet alleen hem, maar ook zijn paard te grazen genomen. Ach ja, dat is niet mijn probleem. Dan gaan we hier weg. En ik zie daar rook. Dat kan een bandit camp zijn. En bandit camps zijn hartstikke leuk. Zijn hartstikke gezellig. Alleen, allereerst heb ik wel echt wat eten erbij nodig. Heb ik niks? Kom op, ik heb toch wel iets. Wat hebben ze? Wat is dit? Wortel. Nee, ik heb niet echt eten. Dan, papam. Ah, wacht, dat is prima. Zo. Natuurlijk komen de mensen in je stream om mijn prachtige stem te horen. Je bent niet eens te horen nu, man. Wat doe je nou weer van onzin? Waar is dat rook? Oh, daar. Dank je. Ik weet zeker dat ik hier iets zag. Goeiedag. Oh, wacht, wat is dit? Die is dood, die niet. Nog steeds niet, nog steeds niet. Nu wel, vol in zijn reet. Prachtig. Nou, wat is hier in godsnaam gebeurd? A witness? Crime reported? Wat, nu al? Fuck, gauw looten hier. En wegwezen. Ah, shit. Dit is niet goed. Gotcha. Gotcha. Oké. Okay. Nou is er investigating. Nou moet ik snel opschieten. Die hebben geloot. Even hier looten. De la kan me nog niet zien. Oh, nee, ik hoef niet te resten, gek. Ik wil weten of hier shit te vinden is. Waar zit de la? De la zit nu daar. Dus ik heb nog tijd. Niet te veel, maar er is tijd. Ik zie alleen niet echt iets bijzonders waarvan ik denk, ja. Dan kan ik Hairpole mee pakken. Ik neem het wel. Oh, ik ben niet eens meer wanted, joh. Komen ze überhaupt nog hierheen dan? Nee, oh, we hebben alle tijd. We hebben alle tijd. Gin, ik neem de gin. Nou kan ik gewoon alle bodies nog even looten. Doen we even. Maar waarom wil die deze niet? Hij pakt hier alleen maar dat fucking kampvuur. Nou ja, gaan we door naar deze. Zo. Dat masker kan er ook wel weer af. Was toch niet onderweg. Huppakee. Looten, looten, looten. Wat is dit eigenlijk van wapen, joh? Worn double barrel shotgun. Oh, waarom staat zijn naam er compleet bij? Normaal staat er gewoon stranger. Ik zie geen kistje of iets verder. Dan gaan we weer door. Op naar de trapper. Daarom zijn er ook niet veel kijkers. Flikker. Man, godverdomme. Blade, als ik wist dat je zo irritant zou zijn vandaag, jong. Oh. Nou ja, niet helemaal. Dat klopt niet helemaal. Maar dat je doneert, dan hoeven we hem niet flauw te gaan doen, hoor. Dat vind ik niet lief. Nou. Oh, neem dat ding mee. Zo, hartstikke idee. Goeiedag. Oh, I know those scars anywhere.
Looks like Baratti met his match at last, huh? Yeah, yeah. So long. Maybe see you at my other spot. Zo. Die mag je hebben. Je mag de veren hebben. Ah, dat was het ook wel. Don't believe we've met before. Nee, we hebben niet ontmoet. Okay, boy. Let's go. Het is wel een leuke stream. Thank you. Appreciate it. Wie is dat? Nieuw potentieel slachtoffer? Niet je eigen wapen trekken. Godverdomme. Dat is niet de bedoeling. Als ik je beroof, gewoon je spullen geven. Niet moeilijk doen. Niet irritant doen. Is nergens voor nodig. I take it. Dat is van mij. Oh, shotgun shells. Een ring. Dank u wel. Oh. Goeiedag. Kijk. Geef. Dankjewel. Nou, houdoe. Prima. Zo, doen we even. Doen we even. Wat zijn dit dan van boomstammen en alles? Wat is dit van gebied? Actie vuur of vuur? Rook. Wat is de rook? Altijd naar rook toe. Oh, ik zie een hele bende mensen. Wat is dit hier? Wat gebeurt hier nou weer? Werken aan de rails, jong. Wat de hel? Hier ben ik nog niet eens geweest in de tijd dat ik Red Dead gewoon heb. What the fuck? En gaan eens even babbelen met de menigte hier. Wat, Wie is de guy met de gun? Yo. Howdy, fellers. Howdy. Fool, dat is niet aardig. You think you're frightening or something? You really trying to start something? Wow. Wat wil je doen? Ah! Zo. Wie? Oh, dit zijn veel. We gaan er even gauw het maskertje opzetten. Ik weet niet of dit verstandig was. Zo. Er is er nog één. Oh, wauw. Hoppa. Nou, de witnesses. Is niet heel erg. Ik moet nu gewoon maken dat ik hier wegkom. Want dit is een beetje zuur. Houdoe! Ik ben gone. Als de wind. Zo. Het laatste wat ik moet doen is het normale pad nemen natuurlijk. Daar kunnen lamen en sheriffs al zijn. Kan je ook eens niet mensen doodmaken. Ja, weet je, het is moeilijk inhouden. Het is zo verleidelijk. Ik groet hem en hij noemt mij een fool zonder reden. Dan heb ik het recht om gewoon voor mezelf op te komen. Oh, fuck! You gotta be kidding me. Ah! Wat dom. No, 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 no. Dit is niet goed. Ja, dat is zo goed. Daar hebben we niet veel aan. Gelukkig heb ik mijn masker op. Ah! Oh, crap. Ai, 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 ai. Dat was heel zuur. Die zag ik niet aankomen. In één keer allemaal lawmen. En ik knal met mijn paard tegen een boom. Oh, dat... Oh. Als ik niet was gevallen, dan had ik het... Dan was de kans op overleven wat groter. Maar ja, fuck. Struggles. Heb ik nou nog wel mijn bounty? Ja, dus ze hebben me gewoon te pakken gehad en ze laten mijn bounty staan. Hoe lelijk is die? Hoe lelijk is die? Nou ja. Die man rent met paard tegen een boom. Ja, dit was naar. Dit was heel naar.
Damn it. Nou ja, mijn paardje heb het wel overleefd. Laat ik maar wel even gaan voeren of iets. Gewoon om hem enigszins te verzorgen of zo. Je hebt het ook te verduren wanneer ik zijn chauffeur ben, om het zo te noemen. Zijn rijder. Hè? Arm beestje. Godverdomme, maak even een smakker tegen een boom. Dat is wel zonde. Maar goed, we gaan weer door. Oh jezus, wat moeten we ver? Waarom zit die trapper zo ver weg van alles? Nou ja, we beginnen met wie? We gaan gewoon naar Kieran eerst. Wie is eigenlijk die guy helemaal in de hoek daar? Oh, Swanson, daar moeten we ook nog heen. En Escuela zit daar. Nou ja, we gaan eerst naar Kieran. Oh, wat een avontuur weer. Nou bestaat het. Ik ga dat niet nog een keer doen. Het bestaat gewoon weer. Maar mijn vorige taferelen hier hebben mijn bounty opgeleverd. Jongen. Struggles. Nou ja, we moeten het er maar mee doen. Ik ga maar even gewoon door naar de volgende story missie. Genoeg gekloot voor nu tussendoor. Goeiedag, ik wil er even langs. Dank je. Yeah, boy. Kijk, mij naar de afslag te pakken. Heerlijk weer. Ik ga gewoon even afsnijden, denk ik. Ja, dat gaan we doen. Als ik de normale routes neem, is de kans alleen maar groter dat ik bounty hunters tegenkom, denk ik. Heb ik hier bounty trouwens? Ja. Gewoon door de hele staat. Oh, nou niet meer of wat? Jawel, ik denk al. Waarom staat het er ineens niet meer? Ik moet eigenlijk wel ook even iets jagen voor kamp. Even iets meenemen. Dus jij, paardje, jij gaat even hier parkeren. En we gaan... Oh, moet ik wel pijl en boog hebben. Natuurlijk. Weet je wat? We gaan nog even paard door. Totdat we op z'n een beetje in de buurt zijn. Van iets om op te jagen. Ik kan zeggen, heb je pijl en boog? Ja, oh, er staat gewoon al iets. Maar dat is één ster. Dat moet je dan niet hebben. Nou ja, nou kan geloof ik mijn guy toch nog niet craften. Paarden. Paarden, ja. Kunnen we ook op jagen. Oké, stop. Ah, damn it. Ik laat het toch maar even staan, want alles rent nu gewoon weg. Vanaf hier loopt er ergens een spoor, sowieso. There we go. Ik kan zeggen, waarom zie ik het niet? Ik zie het bijna niet, jong. Het gaat daarheen. Jezus, ben ik een konijn aan het tracen? Really? Ja, god, daar hebben we niet veel aan. Dat gaan we niet doen. We gaan niet een zielig konijntje zitten. Oh. Dit is wat we willen. Got him! Eindelijk, top! Perfect! Paardje, kom hierheen. We hebben iets voor kamp.
Hartstikke mooi geschoten. Kom eens hier. Dit is een mooi beestje. Hartstikke idee. Oh jezus, ik moet zelf trouwens ook even een kamp maken en wat te eten fixen. Want mijn healthcore en alles is wel heel laag. Dus dat gaan we eerst maar even doen. Ja, ik heb er toch nog 5 van. Dus dat komt goed uit. Zo. Nog één. Kan die wel gebruiken. En dan kunnen we weer door. Zo, teardown camp. Kom eens hier. Nou, op naar kamp. Waar geeft het pad aan dat ik helemaal eromheen moet? Ik ga gewoon zo. Ik ga echt niet omreizen. Die is gek. We gaan er dwars doorheen, joh. Ook een keer voer halen voor dit beest, want je hebt ook te voortduren. Yeah, okay boy. You're all right, boy. Ook nog ver, hé? Ja, nog best wel. Nou, even een stukje rijden dan maar, hè. Oh, wat zijn dat? Yo, wat doet deze random guy hier? Yo! Heb ik mijn dingetje nog op? Nee, gaan we even gauw doen dan. Deze guy vraagt gewoon om een beroofd te worden. Als je hier gaat lopen. Wait a minute there. I need to have a word with you. Ja. Hij pakt die zijn fucking boog. You gotta be kidding me. Zo. Even kappen. Oh, je leeft nog? Really? Nee. Nee, 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 nee. Nee. Zo. Oh, waarom pak ik hem op? Ik moet hem alleen maar looten. Maar dat ging goed. Ging perfect. Dankjewel. Ik neem je dollar en je horloge. En we gaan weer door. Oh, wat is dit hier? Een of ander huisje. Weet je, als we er toch zijn, kunnen we net kijken wat hier te beleven is. Ik denk dat dit van die guy is. Namelijk. Dus even loeren. Hallo! Niemand thuis? Mooi. Kan ik je de boel leeghalen? Hartstikke prachtig. Zo, wat is dit van fles? Die kunnen we dan weer niet oppakken. Brood. Nou, even alles doorzoeken hier. Rum, jongen. Alcohol kan je niet genoeg van bijdragen. Zo. Eens even zien. Hey, nog meer moois hier. Een gun. Not bad. Die gaan we lekker meenemen. En wat ligt hier allemaal op? Valerian root. Sigaretten kan ik niet meenemen.
Want daar heb ik er al veel van, blijkbaar. Die inventory zit vol. Seldom before this happens. Ja, ik ga zo weer door. Jewelry, kijk! Dat moeten we hebben. Money clip. Goeie loot. Dit is niks. Dit is niks. En hier hebben we een gold pocket watch. Nice. En dat was hem, denk ik. Hebben we alles gehad? Vermoed ik zo. Ja. Naar mijn idee wel. Gaan we door. Hoppakee. Okay, boy. Yep. Weer door. We moeten die beest nog brengen. Het is al aan het decomposen volgens mij. Dat is echt zuur. Ja! Spaartje, tempo. Ik kan het denk ik beter skinnen, want dit schiet niet op. Dwazen al vliegen om me heen gewoon. Dus ik ga hem skinnen. Drop. En skin. Just give me a minute, boy. En ik zie wel of Percy de huid kan gebruiken. Perfect deer belt. Belt. Sorry, belt. Wat? Okay, boy. Nou, yeah. Dat is prima. Hallo. Move along. Got no time. Nou zeg, ze zijn allemaal wel vriendelijk. Zo. Oh, deze guy. Dit is wel leuk. Nice. Nice, nice, nice. Nou, gratis loot. Gewoon gebruik van maken. Dankjewel. 90 cent. En een horse reviver. Huppakee. Prachtig. Hup. Masker kan wel af. Ik ga toch naar kamp. Zo. There we go. En dan ga ik, als ik bij kamp ben, denk ik voor nu de Red Dead stream afronden misschien? I don't know. Hoe lang ben ik bezig? Anderhalf uur ongeveer. Het is 5 uur. Ah, ik kan nog wat even doorgaan trouwens. Op zich. Ik vermaak me nog wel. Nou, daar zijn we dan. Goeiedag. En ik heb dingetjes mee. Ik kan het er alleen niet afhalen. Nou, hopelijk kan ik het dan gewoon geven. Mr. Morgan. Huh? Yes, Miss Grimshaw. Wat is er? Mr. Matthews gave me a message for you. Oh. He said when it was convenient to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Oh, he'll find something too. He always Emerald Ranch it is. Well now, Mr. Morgan. Althans, binnenkort. Niet direct. We gotta get some food soon, Arthur. Food or money. Tenzij je honger, jongen. Ik heb voedsel mee. En ik heb een beetje geld voor kamp. En onderdeeltjes en dingetjes.
Dus no worries. Ja, ik zat te denken om misschien, nu ik weer kan ben, zodat ik een andere stream inderdaad wat te starten. Maar dan gewoon open party en dan zou het gewoon een beetje Battlefield chillen ofzo. Dat is waar ik aan zat te denken. Kunnen we wel doen. Ik ga niet letterlijk alles doneren, want het wil soms wel eens gebeuren dat een van de kampleden een pocket watch wil hebben of iets. En dan is het wel chill als ik dat heb. Ah, die doen we wel. En deze goedkope ring. Silver pocket watch. En die. Nou. Ja, precies, Blade. Een beetje random games en gewoon chillen. Zoom. Nog even money doneren. En het beste is eigenlijk gewoon om iedere keer $20 te doneren. Want daarvoor krijg je... Oh, waarom fluit ik nou? Nou ja, niet dat ik per se mijn honor of zo wil omhoog wil hebben. Dus ik ga niet per se 20 per keer doneren. Ik word bad guy. Dus dat is helemaal niet nodig. Ik ga gewoon in één keer 40 nu. En heb kamp alweer genoeg gehad. Zo. Nou, dat was even leuk. Dat was even leuk. Hoe laat leven ze hier? Ik kan de tijd niet zien. Lekker. Oh, daar. 7 in de avond. Wat voor stipjes staan er op de map? Hosea. Kieran. Swanson. Genoeg te doen nog. Genoeg te doen. Maar we hoeven niet te haasten. Ik ga even wat anders streamen. Ik ga de game opslaan. En ik ga de stream afsluiten. En dan gaan ze daar gewoon even met een open party gaan we een beetje streamen. Dat wordt wel lachen. Nou. Iedereen bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende stream.